Het ministerie van Volksgezondheid heeft samen met haar werkarmen een capacity building workshop georganiseerd die te maken heeft met de tabakswet die in 2013 is aangenomen. Het doel van deze workshop was om het personeel vertrouwd te maken met de Framework Convention on Tobacco Control, FCTC. De FCTC is een kaderverdrag van de World Health Organization, de WHO, in zaken tabaksontmoediging. Het is ook meteen het eerste gezondheidsverdrag in de wereld. Dat meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. Het personeel heeft nu meer inzicht gekregen in het belang van een goede handhaving van de tabakswet. Daarnaast had de workshop tot doel om het personeel bewust te maken in haar rol in de algehele naleving van de tabakswet op de werkvloer. Het Bureau voor Openbaar Gezondheidszorg, BOG, bemerkt ook dat de Surinaamse tabakswet zowel binnen als buiten de regio als model dient voor landen die nog werken aan het aannemen of verbeteren van hun tabakswet. Een van de grootste verschillen tussen Suriname en andere landen is dat volgens de Surinaamse tabakswet het verboden is om reclame te maken voor tabak en tabaksproducten.